Ja, het Aaltense Goor. Ik kwam maar gelijk met de deur in huis. Dat is een heel erg waardevol cultuurlandschap. Eigenlijk een soort landschapsreservaat. Dat is uitgespaard in de ruilverkaveling, waarbij honderden kilometers houtwallen in Aalten zijn gerooid. En het landschap is kaal geruimd. Is er één stuk gespaard. En dat was het Aaltense Goor. Niet zozeer omdat het de waarde zo enorm werd ingezien, maar veel meer ook omdat het zo nat was en zuur en niet zo geschikt voor landbouw. En daarnaast was het heel kleinschalig. Een coulissenlandschap. Iets wat vroeger in de Achterhoek en in Twente algemeen was en nu op sterven na dood is, het coulissenlandschap. Maar niet in het Aaltense Goor. Daar is het nog. Daar kun je het nog ervaren. Dat wil zeggen, als je met de rug naar de hoge windmolens die daar inmiddels zijn verrezen op boerenland gaat staan, dan kan je zo dat gebied inkijken en dan zie je nog een Elzenhagenlandschap met schrale weilandjes, sommige zelfs blauw graslandkwaliteit. Je hoort er de wielenwaal, de nachtegaal in het voorjaar. Er zitten uilen, randzuilen, er zitten bosuilen, er zitten steenuilen. En heel veel leven is daar. En nou hebben de mensen een plan opgevat om dat windmolenpark uit te breiden in het Aaltense Goor en er helemaal omheen, zodat je nergens meer dat landschap gaaf kan zien. Overal zie je enorme wieken voorbij scheren. Ja, ik doe het trouwens nu zo, maar zo hard gaan ze niet. Want het is een van de windluwe gebieden van Nederland. De Achterhoek en Twente vallen daaronder. Windmolens zijn het meest efficiënt op zee en vervolgens aan de kust. Punt. En dat is wel relevant, want om die windmolens te maken, met name die wieken, heb je veel carbon nodig en glasvezel. En dat kun je helemaal niet meer uit elkaar krijgen als het in elkaar zit verweven in die windmolens. Want die moeten die enorme trekkracht van die wind trotseren. En dus kunnen we ze eigenlijk alleen maar in stukken zagen en dan als dak voor een bushokje gebruiken of op een speelterrein neerleggen. Maar op een gegeven moment is dat ook allemaal verzadigd. Dus het is eigenlijk, het getuigt niet van erg wijs burgerschap van deze aarde als je windenergie gaat opwekken op een plek die inferieur is. Want het kost veel grondstoffen, daar moet ook oerwouden van hun plek gehaald worden om bauxietronden vandaan te halen. Moet ijzer gewonnen worden, moet van alles gebeuren om die windmolens mogelijk te maken. En na 25 jaar zijn ze op en moeten er nieuwe komen of zijn er weer efficiënter. Wij hadden vroeger in Nederland een ruimtelijke ordening, een apart beleidskader met een apart ministerie. Dat hebben we niet meer. En het onzalige plan heeft op een gegeven moment post gevat, onbegrijpelijk, dat iedere gemeente in Nederland zijn eigen CO2-probleem moet oplossen. Dan gaat je hele land naar de kloten, als je zoiets bedenkt. Immers, dat betekent dat Hoenderlo op de Veluwe, met alleen maar bos, niets anders kan doen als bomen te kappen voor zonnepanelen of voor het plaatsen van windmolens. Of dat in een nationaal landschap of in een nationaal park van alles kan worden aangetast, want ja, het moet nou eenmaal. Terwijl, daar hebben we andere afspraken over gemaakt. Je gaat ook niet midden in de stad een zonnepark aanleggen en huis afbreken. Die bestemming stad ligt daar, zoals ook de bestemming natuur er ligt. En dan blijft er nog genoeg over in Nederland, over zo'n 80% van ons landoppervlak, om mee te spelen. Dat zijn bedrijventerreinen waar het op platte daken kan, dat zijn ontgrondingsplassen waar het op water kan. En je kunt zelfs voorstellen dat je als land zegt, we doen mee in een groot participatieplan in de woestijn van Noord-Afrika, om maar eens wat te noemen. En gaan dan ook gelijk waterstof opwekken. Maar al die postzegelstukjes, waarmee overal het landschap wordt verwoest en de natuur wordt aangetast, zijn een gebrek aan ruimtelijke ordening. En kennelijk is het nu nodig geworden dat particuliere instellingen zoals de onze ruimtelijke ordening weer moeten gaan afdwingen via de rechter. Nou, als men dat graag wil, kan men het krijgen. Nou is het dus denkbaar dat je windmolens gaat aanleggen langs de kust, niet op land, zeker niet zo ver land in maart. Ook al omdat als alle landen op de aarde zo inefficiënt met onze grondstoffen zouden omgaan, is de energietransitie de doodslag voor het milieu in plaats van de redding. En dat kan toch niet de bedoeling zijn? Nou, als je dat daar gaat doen, raak je dat cultuurlandschap kwijt. Dat cultuurlandschap is beschermd in het natuurnetwerk Nederland. En dat betekent dat daar een beslisladder bij is als je daar iets zou willen. 1 is een dwingende reden van groot openbaar belang. Nou ja, klimaat kan je daaronder vernoemen. Maar als je het dus op een plek gaat aanleggen waar het nou nagenoeg geen energie opwekt, terwijl het aan de zee veel meer opwekt, is er dus kennelijk een alternatieve locatie. En dat is de tweede toets. Naast die dwingende moet je aantonen dat er geen andere bevredigende oplossing is. Die is er. Op zee, aan de kust, op plekken waar het hard waait. En de derde is dat als je het dan al zou doen, dan moet je het compenseren. En hoe wil je nou in hemelsnaam dat slagenlandschap, wat daar echt is, maar als je het ergens anders aanlegt nep is, compenseren? Dus het is een no-go.
een no-go area. En er zitten soorten die bovendien ook nog een soortenbescherming kennen, zowel Europees als landelijk. En daar zijn dezelfde afwegingsclausules liggen daar aan ten grondslag. En er komt er nog één bij. Al die dieren moeten in een gunstige staat van instandhouding verkeren. Nou laten wij in Nederland op dat punt massaal lek gaan. Voor zo'n 60% van alle onder onze hoede gestelde dieren en planten geldt dat ze niet in een gunstige staat van instandhouding verkeren. Dus we zijn nog niet het beste jongetje, maar het slechtste jongetje van de klas. En dus kan zoiets hier niet. En tot slot wil ik er nog over kwijt. U gaat prachtige beelden zien. Ondertussen ziet u die waarschijnlijk al, want mijn gezicht is nou niet zo interessant. Het is iets van erfgoed. Het heeft iets te maken met doorgeven. En we hebben al zoveel gesloopt. Dit zijn exemplarische reservaten, eigenlijk een soort landschapsreservaten, waarin je nog kan zien hoe Nederland er vroeger uitzag. Dat moeten wij bewaren. En dan moet je dat ook kunnen ervaren zoals Nederland er vroeger uitzag. En niet van die windmolens die bij tijd en wijle heel langzaam door beeld komen.